Yes, op deze hele warme zaterdagavond nog. Onze kleding kan je zien, we nemen alles op, want ik ga vakantie, dus we nemen alles achter elkaar op. Ja, en ik heb net dan weer een beetje lucky stijl geworden, maar ja. Ik speelde wel bij Torino tegen Juventus, maar ja. Dat was wel een beetje Britney. Maar ja, het was iets beter, maar Fish had wel grotere kansen. Dat is het rare. Ik was wel beter, dat wel. Maar hij had echt ja, 3-4 grote kansen en dan gaat hij het alle keren loppen, ja. Maar ja, nu gaan we niet loppen, nu spelen we dus in Engeland. Manchester City tegen Crystal Palace. Ik moet weer terug naar de 3,5 sterren. En dat ben ik zoals je ziet, 3,5 sterren. Crystal Palace. Ja, ik weet ik koos gewoon iemand die nog een redelijke aanval heeft. Zo redeneer ik nu. Die nog een beetje nog voor de aanval een beetje ja, net boven de 70 heb. Want dat is het probleem. Zo. Ja, Crystal Palace. Ja. Selhurst Park. Nou, moet je kijken, mijn shirts en mijn broekje, de combinatie. Het ligt niet aan mij. Nou ja, Fischie. Huh? Nederlandse intenties zijn meteen duidelijk, mijn vis. Deze wedstrijd. Spelen uit, dus ja, maar het uit. Paal is echt slecht. Ja, meteen gebaseerd. Nou, ik koos op de aanval, dat ik een redelijke aanval heb. En dan heb ik al eentje die ligt daar. Hij ja, zegt, bezit, hij blijft op bezit staan. Daarom kom ik op, ik heb maar 10 man, hè. Kom op! Ja, hij is bezit. Tiefes, zo zeg. Nou. Dat is wel een kans, man, hè. Ja, ik had 10 man, hè. Dat is kut, hè. Dat is... Ah. Ik vond het ook wel weer een... drukkend iets. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Oei. En wat wordt daar verdedigd, zeg? Een schot. Zo! Oh, Crystal. Ja, dit is een goede wissel, hè? Aguero. Ja, kom op. Goed zo. Kom op, scheids! Dat is echt bullshit. Rood. Wat? Boni, is dat Boni? Nee toch? Lijkt wel Boni. Ja, Wilfred, Boni. Oh ja, die speelt bij jou. Nou, nah, dit is ook een overtreding, toch? Dus ja, nou, ik doe dat niet. Gewoon. Boni is natuurlijk naar Manchester gegaan, ja, dit is zo nou. Oké. Aguero, ja, dat is gewoon zo van Maradona. Zit ook met drugs waarschijnlijk, dus niks aan. Yes. Nou, nah, kom op nou. Dat is echt, dat slaat helemaal nergens. We schieten gewoon goed aan de zijkant nu erin. Ja, maar ik ben ook een goede keeper, hè, blijkbaar. Jezus. Fuck! Die tyfus penalty er één keer in gaan. Jezus. Die Belg ook nog die scoorde. De keeper na, jongen. Dat slaat hem weg. Corners zijn altijd gelukkig. Je drukt gewoon voor. Je drukt hem met BBB of rondje. Dan gaat erin. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja, dit is een penalty. Al die moeite. Het enige wat ik kan doen is die penalty tegenhouden. Dat heb je in eigen hand. En dat heb ik dan. Nou ja, corner. Ik ga iets doen. Die bal zal erin gaan. Kom op. Dacht je. Oh! Wat doet hij? Ja, dat wordt een hele moeilijke wedstrijd zo als dit zit allemaal te gebeuren. Dan ga je een goede aanval gewoon. Schitterende paas. Loopt hij gewoon achter. God. Ja, ja. Ah, tiki boy. Ah, kom op al. Yes. Vrije trap. Die is er ook gewoon binnen, hè? Nee, ik deed helemaal niks. Dat slag ook helemaal nergens op. Ik vond het een penalty. Maak hem wel, de manier. Even een linkspootje, een rechtspootje. Jezus, ja. Wat doe ik daar allemaal? Want ik echt gewoon staas waar. Oh! Oh, dat komt er niet, nee. Oeh, dat hit dan, dat geel weer. Rood, yes, tuurlijk, ja. Attack. Yes. Ja, maar dat... Yes. Terecht ook. Fernandinho, ja, ik wist het even die donkere gast, dat had al geel. Ja, dat nee, hij had nog geen geel. Het is gewoon direct rood dit dan.
Maar ja, toch is niet slim. Hij had wel geld, hoor. Maar hij heeft gewoon direct rood gekregen. Maar hij had toch geld. Nee, nee. Niet, hoor, toch? Ah, nee. Oké, maar ja, ik had ook al lang natuurlijk. Ik snap die, je hebt die goal gemaakt. Ik ben echt veel beter met een kutteam speel. Ja, ik speel ook slecht niet. Daar die goal eigenlijk. Oh! Penalty. Scheid! Jezus. Cijfer, hè? Via ja, blok kan ik niet schieten. Hè? Ik kon niet spelen, ik druk daar een paar keer, wat gebeurt er? Godverdomme. Kijk, diep geel, zie je? De bal gaat heen en weer. Ja, en company ook, hè? Ja, en nu? Hè? Jezus, mensen, het slaat helemaal nergens op deze goal. Het is echt een lucky goal, hoor, want mijn verdediger doet helemaal... Geen tyfus flikken. Ja, het is goed verder, hoor. Ik duw die weg. Altijd lastig, Crystal Palace. Oh, sorry hoor, daarin. Ja, maar hij doet hem nog weg ook nog. Het staat er maar nergens op. Ik krijg helemaal niks, ik krijg alles tegen nu. Ja, de penalty, dat is je straf geweest. Ja, maar die was die recht. Die ook nog, en ik krijg een kutcorner als goal. Ja, dat is natuurlijk eens. Oh. Oh! Oh! Wat een geklauw, dat zijn we ook slecht allebei. Even een verkeerde knopje. Oh. Ja, ja, het is al, al stofzuiger. Jeez. Wat gebeurt er dan? Oh, trap er ook nog in, ook nog? Ja, ja, dat is wel goed, hè. Nou, kom op! Kom op, nou scheidsrechter, je mag nou een keertje voor mij in mijn voordeel. Ja, het is goed zo. Elke keer dat handje aan mijn kleding. Blijf van mijn kleding af, wil je me? Oh, nee! Oh, een paal schiet dan gewoon, jongens. Het zijn zulke grote kansen. Scheids? Slim gedaan, slim gedaan. Dat setje was genoeg, dat setje was genoeg. Oh, oh nee, nee, oh, nee, nee. Hè? Ja! Ja, dat kom op, man. Ik duikte ook al vroeg, want ik wist dat ik met een spits. En ik wist dat hij erin ging. Ik wist dat de bal kom ik intussen te timen. Ik timen perfect. Wat een eet, hoor. Ja, die tuin hem al. Ja, die juicht ik al. Weet je niet waar hij gaat? Ja, daar wordt hij. Ja, de paal, die gaat erin. Hé, hey, lekker zo, hoor. Nou, vrienden, dan moet je door. Alles niks spelen met 10 man. Dat wordt er wat. Gatenkaas achterin. Ik ga gewoon 4-3-3 spelen. De spits is ook die dingen. Iedereen is moe mij en weet wat er maar. Ik ga weer wisselen gewoon. Ik zie het alweer. Ja. Ik kan niet zo snel moe. Manchester speelt ook wel even verder goed, hè. Durf niet te duwen, weer ben ik daar. Zo! Oh, mooi vallen, joh. Kom op voor six als hij erin gaat, oké, dat wel. Maar dat is echt staat echt een deur komen. Oh. Oeh, dit komt kruis van ruimte. Hé! Kom op! Compagnie die begint het ook eruit te halen, ja. 9 man wordt het helemaal lastig. Huh? Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Nee! Oh, de keeper, die bal was hard, hoor. Ja, was dat die bal vrij komt nog, dus dat dan. Kom op, kom op. Boom! Een cornertje. Oké, kom maar. Ah, dat is zo irritant. Ja, maar dat komt omdat... Oh, na, kom op. Oh, ik heb één... Nee! Ja, die kon doorlopen, de keeper. Die gaat op één keer, zag ik het niet. Verrekte spier. Dus ik vind het goed dat ze het realistisch houden, maar dit is al heel erg. Kom op! Oh, verzin. Je meent het. Oh nee, hij ging daar naartoe, dat zag ik niet! Nee! Oh, dat is echt dood, dat is geen tornado weer. Ja, dat is goed te teken natuurlijk. Vrije trap. Dat
de laatste kans van zo'n wedstrijd. Hè. Met een kaarsje gaat het echt, dan dooft het. Nou, nou. Nee. Nee, niet, nee, nee. Wel. Wat een wedstrijd. Er is wel veel gebeurd in ieder geval. Oh, je opstelling was denk ik niet goed op het begin, want ik speelde helemaal weg. Terwijl ik had zonder 1-0 voor jou. Terwijl ik daarna eigenlijk beter was. Kut. Aan het einde had je nog even kans, man. Shit. Dit auto had ook een kans trouwens van mij. Ja, dat had ook een kans, ja. Ja. Waar sta je dan? Met lege handen. God, dat is wel je schoot ook, hè? 9, jij 7, 4 op doel, jij 6 op doel nog. Ja, meer doel. Jij hebt maar 2 tackles gemaakt, maar ja, 2 keer geel en 1 keer geel en 1 keer rood. Tjonge, joh, ja, maar ja. Ja, dat is het probleem, je rode kaart, dat is duur. Maar, ik moet voor het eerst nu misschien naar 3 sterren toe. Naar 3 sterren, hè, nu. Dan ga je echt praten over Millwall of weet ik van wie, maar ik weet het niet, maar... Je gaat echt praten over ik moet met NAC of zo tegen Barcelona. Ja, ik moet echt met niet even NAC. Ja. NAC tegen Real Madrid. Nee, NAC. Maar wel gewoon een ploeg als Heerenveen. Heb je met 3 sterren of zo? Heerenveen of zo. Dat soort ploegen moet ik dan tegen Barcelona nu gaan spelen. Maar, nee, Real Madrid wordt waarschijnlijk, denk ik. Maar... Oké, okay, nou, deze zien. Ja. Zou wel maar lijken. Bye bye.